Deze opgave komt met een intro. Zet het filmpje even op pauze als je de intro wilt lezen. En ik ga nu verder met uh, de eerste vraag en de uitleg daarvan. En de eerste vraag gaat over de grafiek die we krijgen. En die grafiek ziet er uh, als volgt uit. Het geeft weer de vertraging van een hele speciale raketstoel. En de vraag is: bepaal de vertraging op het tijdstip T is 0. Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk een Vaste serie stapjes doorlopen en die laat ik uh, graag aan je zien. Eerste stap is een stukje parate kennis die je nodig hebt. Je moet doorhebben dat, omdat we hier te maken hebben met een VT-diagram, de stijlheid van de raaklijn jou de versnelling geeft op elk moment. We willen weten het moment T is 0, dan moet je dus een, uh, een raaklijn gaan tekenen op het tijdstip T is 0. En ik heb dat hier gedaan. En de derde stap die je gaat doen is vervolgens de stijlheid bepalen van die raaklijn. En dat ga ik meteen doen door de grootheden op de i-as en de x-as in te vullen. En dan krijg je het volgende: dan krijg je dat de versnelling a gelijk is aan het snelheidsverschil gedeeld door de tijd waarin dat is gebeurd. Je moet even netjes de puntjes aflezen in de grafiek. En als je dat netjes doet, dan komt er uit min 388 meter per seconde in het kwadraat. Dan moeten we even letten op de significantie. 0,70 is twee cijfers significant. En mijn antwoord komt daarmee dus ook op twee cijfers significant. Min 3,9 mal 10 tot de macht 2 meter per seconde in het kwadraat. Als je opschrijft plus 3,9 mal 10 tot de macht 2 meter per seconde in het kwadraat en erbij zet het is een vertraging, dan vind ik het ook goed. Natuurlijk is het een bepaalopgave. En dat wil zeggen dat je ook altijd een klein beetje van, van dit goede antwoord af mag zitten. Je mag je raaklijn net iets anders getekend hebben. Zolang je er maar niet meer dan 0,3 x 2 meter per seconde in het kwadraat vanaf zit. En voor dit geldt hetzelfde als voor heel veel andere vaardigheden bij natuurkunde. Het is een kwestie van oefenen. En door te oefenen word je er vanzelf ook een stuk beter in. De tweede deelvraag van deze opgave luidt. Bepaal de gemiddelde vertraging gedurende deze hele eerste seconde, want in de grafiek zie je de vertraging in de eerste seconde weergegeven. Ook hiervoor kun je een aantal vaste stapjes doorlopen. Als eerste het inzicht: het lijkt heel erg op het inzicht van de vorige vraag: dat de stijlheid van de verbindingslijn die we dadelijk gaan tekenen, dat dat gelijk is aan de gemiddelde versnelling. Ja, die verbindingslijn die trekken we tussen. Het eerste punt en het laatste punt. De twee punten waartussen we de gemiddelde versnelling willen bepalen. En als je die verbindingslijn tekent in de grafiek, dan ziet dat er zo uit. Nu gaan we de stijlheid van die lijn weer bepalen. En dat doen we eigenlijk op vrijwel dezelfde manier als wat we net hadden. We krijgen weer a is delta v gedeeld door delta t. En als je dat netjes doet, dan komt er uit min 2,0 x 10 macht 2 meter per seconde in het kwadraat. Ja, heb je hier ook te maken met zo'n ruime marge als bij de vorige vraag? Ja, eigenlijk niet, want je hoeft hier niets te tekenen. Je hoeft hier ook niets af te schatten. Je kunt hier die twee punten die je nodig hebt voor die verbindingslijn, kun je best precies aflezen. En daarom ook dat de marge in je antwoord een stuk kleiner is. De derde deelvraag van deze opgave luidt, bepaal nu ook eens de remweg. Van uh, deze raket gedurende de eerste seconde. Ja, de remweg in een VT-diagram, paraat de kennis, is gelijk aan het oppervlak onder de grafieklijn. Dus eigenlijk is hier de vraag: bepaal het oppervlak onder de grafieklijn. En we zien natuurlijk al meteen dat dit een, uh, een kromme lijn is. Dus uh, we kunnen het oppervlak nooit heel precies gaan bepalen, maar we kunnen wel proberen zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord uit te komen. En dat kun je doen door hokjes te tellen. Maar in deze situatie zou ik dat afraden, want het zijn wel heel veel hokjes. En een tweede optie is door deze vorm te benaderen door een vorm waarvan je wel het oppervlak kunt uh, bepalen. En ik kies er nu even voor om een rechthoek te pakken. Dus ik ga het oppervlak tussen t is 0 en t is 1 seconde bepalen. En ik doe dat door een rechthoek te trekken. Uh, waarbij ik op het volgende moet letten: die rechthoek die moet. Die hoogte hebben waarbij ik kan zeggen op het oog dat het oppervlak wat hier onder 1 is weergegeven, wat ik eigenlijk ben vergeten mee te nemen in mijn rechthoek, op het oog even groot is als het oppervlak 2, wat ik eigenlijk te veel heb meegenomen in mijn rechthoek. Nou, ik uh, denk dat dit best wel aardig klopt. Dus ik kom uit eigenlijk op een gemiddelde snelheid van 140 meter per seconde gedurende die eerste seconde. En ik kan nu de verplaatsing uitrekenen met eh, de formule SSV mal t 140 mal 1 eh, let wel weer even natuurlijk op de significant cijfers twee cijfers significant en dan kom ik uit 1,4 mal 10 2, 2 meter. Nou ook hier het is een bepaling je mag er eh, 10 meter van zitten. plus of min 10 meter en dan is hij ook nog goed.